Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Isaac Calon, doelpunt nummer 5. En wat zat hij er lekker in, hè? Ja, hij zat er lekker in. Ik bleef lekker rustig. Dus ik dacht, ik stift hem gewoon lekker voor de keeper en hij viel lekker binnen. Dus daar ben ik blij mee. Er kwam ook aardig wat ontlading in je los, want je ging helemaal tekeer daar in die hoek. Ja, klopt. Ik kwam zeker wat ontlading los. Ik denk als je scoort is altijd een lekker gevoel. En dat hij er zo in gaat is helemaal lekker. En het was een belangrijke. Dus we zijn er allemaal blij mee. Ja, het was vandaag inderdaad een hele belangrijke, want jullie hadden het moeilijk, hè, tegen Jong AZ. Waar lag dat aan? Ja, ik denk dat we waren gewoon slap. We waren slap in duels. We kwamen steeds net niet in de duels. Waardoor zij steeds makkelijk onderuit konden voetballen. En ja, ze hebben gewoon creatieve jongens. En die kunnen gewoon goed voetballen. En daar had het heel erg lastig mee vandaag. Ja, het leek wel een beetje dat zij zo voetbalden zoals wij normaal ook een beetje voetbalden. Hè? Had je dat zelf ook in het veld? Ja, ik had het in het veld, had ik dat zelf ook wel. Ze hebben gewoon hele talentvolle jongens. En als je die dan de ruimte geeft om te voetballen, wat wij deden, dan krijg je het gewoon heel lastig. We moesten er gewoon veel korter op zitten, gewoon bovenop zitten. En dat deden we niet. En dan zie je gewoon dat ze aardig kunnen ballen. Wat zegt dat dan over deze ploeg, dat je ook deze wedstrijden kunt winnen? Ja, ik denk gewoon dat we hebben laten zien vandaag dat we ook gewoon karakter kunnen tonen. En ja, als het gewoon even niet gaat zoals het normaal wel loopt, dat we gewoon op een andere manier, dat we gewoon moeten vechten. En dat hebben laten zien dat we dat ook kunnen. En dan ja, dat zegt wel veel over deze selectie. En ik denk dat als je zulke lastige wedstrijden wint, op voorhand denk je van ja, Jong AZ, wij niet in ieder geval, maar de mensen denken Jong AZ die pakken we sowieso wel. Ja, dan zie je gewoon dat wij gewoon echt karakter hebben. En dat we in een lastige wedstrijd, dat we gewoon de 3 punten pakken. Dus dat is mooi. En dat zijn weer 3 punten die goud waard zijn, hè? Zo vlak voor de winterstop. Ja, zeker, zeker. Ik denk alle punten wat je nu pakt, alle overwinningen. Wij willen gewoon sowieso alles winnen. En het is zeker belangrijk, want we willen sowieso de winterstop in als nummer 1.